Een beetje verkoeling zoeken met dit soort luchten is geen overbodige luxe. Maar let wel op waar je dat doet. Voor sommige zwemplassen in onze regio geldt een negatief zwemadvies. Zoals hier in de Oranjepolder bij Maassluis. In het water zitten blauwalgen, die voor jeuk, maag- en darmklachten kunnen zorgen. Voor het water van de Wollebrand geldt een waarschuwing, maar dat maakt deze meiden niet uit. Ja, je moet gewoon zorgen dat je niet zo'n hele grote slok ervan opneemt en we hebben iets waardoor je blijft drijven. En op zich, als je gewoon je gezicht afveegt als je weer boven komt, dan is er niks aan de hand. Heel erg lekker. Op sommige plekken koud, maar het valt eigenlijk wel mee. En ja, het is gewoon heel lekker warm eigenlijk en het is heel verfrissend. Nu zitten er blauwalgen in het water, maar dat maakt voor jullie niet uit. Nee, wij hebben het gewoon hartstikke heet en wij willen toch wel een beetje afkoeling. Op het Grote Meer draait de kabelbaan over uren. We hebben een maximale capaciteit van 40 personen. En ja, doorgaans, het is wel een beetje weersafhankelijk. Met mooi weer is het gewoon drukker. Maar er wordt ook veel gebruik van gemaakt door vrijgezellen groepen, bedrijven die het combineren met lekker eten in ons restaurant. De waterskiers merken weinig van de blauwalgen in de Wollebrand. Wij hebben er eigenlijk niet zoveel last van. Sowieso liggen er twee duikers in het gedeelte waar er gewaterskiet wordt. En zoals je ziet is het water goed in beweging door de waterskiers. Dus voldoende zuurstof die de blauwalg tegengaat. We kijken op onze site een overzicht van alle zwemplassen in onze regio en de waterkwaliteit. Actuele informatie over het natuurwater is ook te vinden op zwemwater.nl.